Welkom bij onze uitlegvideo van Thais Hospital. Zoals we ons voelen, dat sluit ook wel een klein beetje aan bij het thema. We hoeven nog niet in het ziekenhuis te liggen. Maar 100% fit zijn we nog niet. Maar goed, gaan we wel ons best doen op deze uitlegvideo. Ja, precies. Het is voor de extra dimensie dat we gewoon ook klinken, zoals de mensen in het ziekenhuis. Zeker! En dit is hoe Dice Hospital eruit ziet. Wat je gaat doen, je gaat de patiënten, en dat zijn dobbelstenen, ga je proberen. ...proberen beter te maken. Het kan zijn dat ze boven de zes uitkomen... ...en dan zijn ze beter gemaakt. Het kan ook zijn dat ze onder de één uitkomen... ...en dan zijn ze naar de eeuwige jachtvelden gegaan. Dat probeer je zoveel mogelijk in de ronde voor elkaar te krijgen. Want aan het eind van elke ronde krijg je punten... ...voor het aantal patiënten dat je beter hebt gemaakt. Ja, dus je gaat eigenlijk dobbelstenen aannemen... ...oftewel patiënten aannemen. Die ga je proberen beter te maken en daar krijg je punten voor paar dingen die heel leuk zijn. Deze Mipos. Dit is een witte, maar je hebt ze ook in meerdere kleuren. Die stellen verschillende doktoren voor. Mipos met injectiespuiten. En ik hoop medicijnen. Ja, precies. Dus die zijn nodig Zo om schattig. de patiënten beter te maken. Uiteindelijk speelt het over acht rondes. Dat hou je hier al bij. En degene die aan het einde van de achtste ronde de meeste punten heeft, die wint het spel. En tijdens elke ronde volg je deze zes stappen. Yes, om te beginnen met stap 1 is de intake. En voordat je dat kan doen, moet je eigenlijk even dobbelstenen gaan rollen. Intake is namelijk patiënten aannemen. Nou, iemand gooit de dobbelstenen. En die uh, startspeler mag ze gaan plaatsen. Ja, precies. En belangrijk bij het dobbelstenen, is je ziet dat het een aantal keer opnieuw gooit. Je mag namelijk geen 1 of 6 gooien. Dus je pakt alle ene of zes en pak je eruit. En vervolgens. Ga je ze als dat allemaal weg is? Ga je ze plaatsen. Je plaatst als volgt. Je begint met de laagste bij de laagste ambulance. Dus je begint met een 1. Dus even kijken, deze tweeën komen op de 1 te liggen, omdat dat de laagste getallen zijn. En zo maak je eigenlijk een slang die steeds hoger wordt, tot uiteindelijk het hoogste getal onderaan de 3 komt te staan. Met twee spelers zijn er drie ambulances, dus daarom zijn er ook hier drie in dit geval. Dus in dit geval zou ik nu kunnen kiezen, omdat ik heel veel 4 heb, hoe het verder ingedeeld wordt. De speler die rechts zit van de startspeler, dus als Marieke de startspeler is, dan zou ik dit mogen kiezen. Die mag de getallen die hetzelfde zijn indelen, dus je kan de deze vieren bijvoorbeeld zo neerleggen. Kijk, deze vijf hier. En als ik dat gedaan heb, mag Marieke als eerste kiezen welke ambulance ze pakt. Ja, ik ben dus de startspeler, dat zie je aan deze leuke medicijntas met het dolstene kruisje vind ik een leuk detail. En ik mag nu gaan kiezen welke ambulance ik eigenlijk ga innemen. En in principe is hoe hoger hoe beter, want als het een uh, hoger dan een 6 is, dus hij is een 6, maar je maakt hem hoger. Dan maak je een patiënt beter. Dus in principe wil je voornamelijk de rechterambulance. Maar wat is nou een reden om andere ambulances te kiezen? Nou, dat heeft bijvoorbeeld te maken met kleur. Stel je voor, je hebt een actie die ervoor zorgt dat heel veel rode dobbelstenen in één keer heel veel hoger worden. Dan zou deze ambulance weer wat interessanter zijn. Enzovoort. Het aantal ambulances maakt wel weer uit voor het spelersaantal. Dus kijk even in het boekje hoeveel je er nodig hebt. Maar stel je voor, ik ga nu voor deze. Want ik heb nog niks met rood. En ik wil natuurlijk zo hoog mogelijke dolstenen. Precies. Dus die drie worden neergelegd, eigenlijk bij de beschikbare patiënten op Marieke, haar Spelersbordje. Mocht je geen ruimte hebben, want je hebt plek voor 12 patiënten. Dus mocht je er bijvoorbeeld al 10 hebben en je moet echt drie pakken. en je kunt er dus niet eentje kwijt. Dan moet je één patiënt afleggen en dan krijg je daar zo'n. Doodstokentje voor. En die levert aan het einde van het spel twee minpunten op. Dus probeer ja. dat te voorkomen. En je moet ze dus aan de bovenkant neerleggen op je spelerstablo. Dus bij de pijlen die naar beneden wijzen. Dat is wel even belangrijk, want dat is vo goed voor de volgende stappen. Precies. Uh, ik mag ook een ambulance kiezen. Nou, ik kies natuurlijk deze, want deze zijn wat hoger. Omdat ik het laagste beschikbare ambulance gekozen heb, oftewel hij is lager dan die van Marieke, krijg ik en een bloedzakje, wat je daarin hebt, dat zullen we nog even noemen. En word ik de startspeler voor de volgende fase. De volgende fase is namelijk het aannemen van verbeteringen. Je legt zoveel uh, tegels en kaarten open als het aantal spelers min 1. Dus bij twee spelers leg je één kaart open en één tegel. En bij twee spelers is er nog een speciale regel... dat de startspeler ervoor mag kiezen... om één extra tegel of één extra kaart neer te leggen. Waarom zou je dat doen? Nou, dat zou je doen omdat je meer keuze hebt. Dus ik mag nu als eerste kiezen. Ik kan bijvoorbeeld denken, ik wil heel graag een tegel hebben. Nou, als ik deze tegel niet interessant vind... dan zou ik dus voor kunnen kiezen. Ik leg er een extra tegel bij, zodat ik toch iets beters kan hebben. Wil jij wel die tegel, dan ga je natuurlijk niet een extra tegel opendraaien... want dan geeft dat alleen maar meer keuze... Aan mij, aan de tweede speler in dit geval. En dat wil je natuurlijk niet, want je wil eigenlijk dat, je, dat ik gewoon met een rotkaart blijf zitten. Precies. En je hebt dus tegels en kaarten. Als ik een tegel pak, dan leg je hem ergens aan je ziekenhuis neer. De plek maakt daarvoor niet uit. En mocht je een kaart pakken, dan pak je de kaart, dan leg je die aan de zijkant van je spelersbordje neer. En krijg je de kleur miepel die erop staat, in dit geval de kleur blauw. Dus dan zou ik deze gepakt hebben. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk een extra dokter heb die ik in fase 3 kan inzetten. Ja, dus die tegels, dat zijn eigenlijk improvements aan je ziekenhuis. In de praktijk betekent dat eigenlijk plekken waar je artsen op neer kunt zetten om betere acties uit te voeren. Want de acties op die tegels zijn beter. Dan de standaard acties die je al op je spelerstablootje hebt staan. En die kaarten, dat zijn eigenlijk uh, verpleging of artsen. of in ieder geval mensen die je aan kan nemen en in kan zetten. Dus daar krijg je ook een miepeltje bij. En met die miepel kan je acties uit gaan voeren. Dus je moet eigenlijk een beetje van alles wat hebben. Als je alleen maar plekken in je ziekenhuis hebt. dan heb je geen artsen om er naartoe te sturen. Dus dat schiet niet op. Als je alleen maar artsen hebt. dan heb je artsen die je nergens naartoe kan sturen. Dus je moet de balans een beetje goed houden. Ja, als iedereen dat gedaan heeft. dus iedereen heeft één gekozen, dus of een tegel of een kaart, dan ga je dus naar fase 3. En fase 3 kun je tegelijkertijd uitvoeren. Dat hoeft niet, maar zeker als je het spel een beetje door hebt, is dat wel makkelijk. Iedere speler gaat namelijk alle artsen naar een van de departementen toesturen. En je mag maar één arts neerzetten op elke tegel eigenlijk. Dus hier mag maar één arts opstaan. En je mag elke arts maar één keer inzetten. Nou, je ziet voornamelijk verschillende kleuren en verschillende getallen staan met zo'n plusje erbij. En wat bedoelen ze nou? Bijvoorbeeld, als ik deze hier neerzet, dan geeft deze grijs, grijze 5 of 6 aan dat ik een dobbelsteen, in dit geval in een kleur naar keuze, van 5 of 6 waarden 1 mag verbeteren. Nou, ik heb in dit geval hier een groene 5, dus ik heb er iemand naartoe gestuurd. Ik zou van deze groene 5 een 6 kunnen maken, en als je dat doet, dan schuif je de dobbelsteen naar beneden toe om aan te geven dat je hem al geheeld hebt in deze ronde. Ja, en dat is heel belangrijk, want alle dobbelstenen die je niet hebt gehield, dus waar je niks mee hebt gedaan, daar krijg je eigenlijk iets negatiefs voor. Die worden namelijk eentje lager. Dat gaat verderop in het spel gebeuren. Maar daarom is het belangrijk dat je ze daadwerkelijk naar onder schuift. Dat betekent niet dat dobbelstenen die hieronder staan, dat je daar niks meer mee mag doen. Het kan zo zijn dat als ik nog een andere actie zou hebben die betrekking heeft met een 5 en ik wil van deze 5 een 6 maken, dan kan ik die gewoon nog steeds upgraden naar een 6. Hij blijft gewoon aan de onderkant liggen. Vraag is wel of het slim is, want ik heb nog een heleboel andere dobbelstenen waar nog niks mee is gebeurd. En dat is dus eigenlijk heel nadelig. Want je probeert elke dobbelsteen in ieder geval. Iets te hielen, al is het maar een beetje. Uh, maar dan weet je dat, dat je ze dus niet moet vergeten naar onder te schuiven. Precies. Nou, dat ga je dus doen tegelijkertijd. Je gaat proberen al je meeples in te zetten, want over het algemeen is dat een voordeel. Ja, je op een gegeven moment dus... kan het soms niet meer, maar in principe wil je ze allemaal inzetten. Ja, je hebt dus uh, plekken die ervoor zorgen dat bepaalde waardes verbeterd worden. Dus die zijn grijs met een waarde erin. Dus bijvoorbeeld een grijze 1 betekent, ik mag een dobbelsteen van waarde 1, 1 verhogen. Je hebt ook plekken die ervoor zorgen dat je bepaalde kleuren mag verbeteren. Dus hier mag je een rode dobbelsteen verbeteren en hier mag je een groene dobbelsteen verbeteren. En de extra tegels die hebben soms weer wat extra regels. Bijvoorbeeld deze zorgt ervoor als ik iemand hier naartoe stuur, dan mag ik een groene dobbelsteen maar liefst drie stappen verbeteren. Je hebt dus ook nog deze speciale personen. Dat zijn in dit geval heb ik een blauwe hier. Die blauwe kleur geeft niet aan dat hij alleen naar een blauwe plek toegestuurd mag worden. Je mag hem overal naartoe sturen. Maar eh, bij deze is het zo dat als ik hem ergens naartoe stuur en ik verbeter een dobbelsteen, dan mag ik daarnaast ook nog een dobbelsteen van waarde 1 tot 3, 2 maal verbeteren maar zoek vooral even de regels op van al deze kaarten want die hebben allemaal net wat speciale regels maar die hoeven dus niet per se gestuurd te worden naar de kleur van de meeple maar die kunnen soms wel een voordeel krijgen bijvoorbeeld deze als je een gele dobbelsteen verbetert dus dat hoeft niet maar je krijgt alleen het voordeel als je een gele dobbelsteen verbetert ja en op je player aid staat gewoon per dingetje aangegeven wat die is dus als je denkt hé hey, wat is deze precies dan kan je het even snel opzoeken hoef je niet de hele handleiding door dan weet je alsnog wat die actie betekent ja iedereen gaat dat doen en iedereen is op een gegeven moment Klaar, dan ga je door naar stap 4 van de beurt en dat is neglect. Oftewel, elke uh, dobbelsteen die je niet verbetert op deze ronde, dus die je nog bovenaan neerlegt. Die wordt één slechter. Dus die waarde haal je 1 naar beneden toe. Daarna gebeurt het leuke onderdeel. Alle dobbelstenen die je verbeterd hebt. Dus ik had bijvoorbeeld, ik noem maar wat, deze 6 verbeter ik nog één stap. En dan was hij in fase 3 van de ronde in de Discharge Lounge terechtgekomen. Je gaat in stap 5 van de beurt ga je kijken hoeveel dobbelstenen er liggen. Want dat geeft aan hoeveel punten je krijgt. Ja, en dan moet hij dus hoger zijn dan 6. Dus 6 is niet genoeg, maar hij is 6. En je upgrade hem, dan uh, gaat hij dus van deze plek, als hij daar lag, of uh, stel je voor hij lag hier een 6, dan kan hij ook in één keer vanaf die gaan. Gaat hij dus naar deze kant, dat is namelijk de patiënten die je hebt beter gemaakt. Nou, daar ga je dus naar kijken. Je gaat gewoon letterlijk tellen hoeveel patiënten heb je beter gemaakt. En dan kijk je in deze scoringstabel. Hoeveel punten je daarvoor krijgt. Ja, dus ik heb er één beter gemaakt. Dat is heel simpel. één punt. Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk te krijgen. En mocht het je voor elkaar krijgen, en dat is ons nog niet gelukt, om alle patiënten helemaal weg te spelen, dat je hele ziekenhuis leeg is van patiënten, krijg je nog vijf bonuspunten. Het is überhaupt wel de moeite waard om soms even te wachten met een patiënt upgraden. Want het is veel voordeliger om in één keer heel veel patiënten te ontslaan. Uh, dat zie je aan deze tabel. Dus soms kan je beter zeg maar, een paar zessen bewaren, zodat je in één ronde heel veel zes in één keer weg kan sturen... Ja, dan moet je wel genoeg ruimte houden in je ziekenhuis. Zeker. Dan ga je door naar stap zes... en dat is eigenlijk een beetje alles klaarmaken voor de volgende ronde. Dus je zorgt ervoor dat je miepels terugkomen. De gekleurde miepels leg je terug op de kaart... waar die vandaan kwam, zodat je weet wat de eigenschap is. Je zorgt dat alle dobbelstenen bovenaan staan. Je zorgt ook dat eventuele tegels die er nog lager weggelegd worden... En dat er weer zoveel tegels en kaarten komen te liggen als het aantal spelers min 1. Nou, vervolgens worden weer de dobbelstenen neergelegd aan het begin van de volgende ronde. En zo speel je dat uiteindelijk 8 rondes door. En dan ga je uiteindelijk de punten tellen. Ja, en de speler met de meeste punten wint. Er zit volgens mij nog een variatie in met evenementen. Ja, precies. Er zijn nog evenementkaarten... die, uh, die ervoor zorgen dat je soms bijvoorbeeld... wat extra punten krijgt voor bepaalde. Maar dat zijn modules. Dus dat kun je toevoegen of ja, je is het wel leuk vindt leuk. of niet. Ja, daarnaast kun je ook nog een pittigere variant spelen... dat de dobbelstenen twee waardes naar beneden gaan... In, in elke ronde. Dus dat is nog iets wat je eventueel kan doen... als je het te makkelijk vindt. Ja, het is wel wat intens. Maar als je het te makkelijk vindt, ja. Ja, daarnaast heeft iedereen ook nog aan het Begin een speciale eigenschap gekregen. Bijvoorbeeld bij jou is het zo dat als jij de meeste patiënten beter maakt in de ronde, krijg je een extra punt. Ja. Maar goed, die kun je gewoon even opzoeken wat precies het effect daarvan is. Die van is. jou is echt super chill. Die van mij is heel fijn. Ik mag namelijk één rode dobbelsteen die ik genegeerd heb deze ronde, die ik niet beter heb gemaakt, die hoef ik niet naar beneden te doen. Dus dat is heel fijn. Wat zou het verhaal erachter zijn dat je gewoon één specifieke patiënt negeert in je ziekenhuis? Ja, ik, ik weet niet of daar een thema achter zit. Ik hoop maar ik, het niet. Ik, nee. En als laatste wat we nog moesten noemen waren deze bloedzakjes. Die leveren aan het einde van het spel nog een punt op, dus dat is nog dat je ze kan bewaren. Je kunt ze ook inzetten om een dobbelsteen gewoon één te verbeteren, of om de kleur van de dobbelsteen aan te passen. Ik had hier bijvoorbeeld een hele sterke groene actie, maar ik kan dus zo'n bloedzakje inleveren om uiteindelijk uh, bijvoorbeeld een gele dobbelsteen te verbeteren. Nou goed, je telt dus alles bij elkaar op. Deze leveren nog een pluspunt op. Alles die iedereen die overleden is, zorgt voor twee minpunten betogen. dat hier ligt. En wat we al zeiden, degene met de meeste punten die wint uiteindelijk Dice Hospital! Yes, dat is Dice Hospital. Wat vind je ervan? Ik vind het leuk. Ik dacht toen ik de doos zag, want als je naar kijkt, dan denk je, oké, okay, dit kan best wel een pittig spel zijn. Maar zoals je merkt, is dat helemaal niet zo. Nee. Het is een beetje een moeilijkheid sagrada. En daar doet ook een klein beetje aan denken. Omdat je dobbelstenen slim probeert aan te passen, zodat het uiteindelijk goed overeenkomt met de doelen die je wil halen. Dus ik ben enthousiast. Wat vind jij ervan? Ja, het is iets thematischer dan Sagrada. Sagrada. Dat is echt vooral een brain burner. Dat je zit te puzzelen. Oké, okay, ik moet eigenlijk. Een roze vier hebben die ik in dit vakje neer ga zetten. Dus dan zoek je echt heel specifiek naar bepaalde waarden en bepaalde kleuren. Bij dit ben je nog iets meer thematisch bezig met. oké, okay, deze gaat naar beneden. En dan gaat mijn doekertje daar naartoe. En dan ga ik die naar beneden doen. En dan ben je iets thematisch aan het spelen. Dat vind ik zeker wel leuk. En uh, ik vind het gewoon een... Het is een makkelijk spel, maar het speelt heel soepel weg. Ik vind het echt een aanrader voor heel veel mensen. Helemaal niet eens. De solo variant is ook leuk met allemaal doelkaarten die je nog kan halen. Zodat het net weer wat anders speelt. Dus als je op zoek bent naar een leuk grappig spel, wat niet ingewikkeld is, met een, een goed doorgewerkt thema. Ja, dan moet je zeker even kijken naar The Dice Hospital. Ja, ik denk dat hij voor is ook prima als filler kan. Wij spelen hem denk ik ongeveer in een kwartiertje, max 20 minuten weg. En dat vind ik gewoon heel lekker. Gewoon een lekker een beetje puzzelen met dobbelstenen. Thematisch. Ik, uh, ja, ik ben echt fan. Nou, je hoort het al mensen. Ga hier even naar kijken. The Dice Hospital is zowel voor de spelen als voor de expertspeler. Bedankt voor het kijken en lieve groetjes. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Jee! Wij sparen abonnees, wist je dus? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast wel. Ja, dat zou erg leuk zijn.